Morgen is een werkdag en Julia heeft al een risicotraining gedaan en preventieve maatregelen genomen met betrekking tot de COVID-19. Masker, desinfecterende gel en helemaal klaar. Onderweg ontmoet ze haar collega Oscar. Ze weten allebei dat ze de aparte in- en uitgangen moeten respecteren om te voorkomen dat veel mensen te dicht bij elkaar komen bij de toegangscontrole. Bij binnenkomst op het werk houdt ze zich aan het veiligheidsprotocol, desinfecteert ze haar handen en volgt ze de aangegeven looproutes op de vloer om afstand van haar collega's te houden. Vergeet niet om desinfecterende gel te gebruiken om je handen altijd schoon te houden. Als ze bij haar werkplek aankomt, vindt Julia het schoon en netjes. Ze begroet haar collega's door het scheidingsscherm. Omdat de veiligheidsafstand gegarandeerd is, kunnen ze hun maskers afnemen om comfortabel te werken. Koffietijd. Hoewel ze tijdens de middagpauze wat minder tijd met elkaar kunnen doorbrengen, weten Julia en Oscar dat ze één voor één moeten gaan om zodoende de aanbevolen maatregelen voor de gemeenschappelijke ruimtes te respecteren. In de vergaderruimte houden ze een veilige afstand en ze weten dat ze geen documenten of kantoorbenodigdheden kunnen delen. Als ze het werk verlaten, nemen ze afscheid tot de volgende dag. Julia gaat terug naar huis om te douchen en zich om te kleden. Omdat ze na een lange tijd eindelijk haar beste vrienden ontmoet om elkaar weer te zien. Door elke dag haar verantwoordelijkheid te nemen, kan Julia genieten van deze fantastische reunie. Als we allemaal het voorbeeld van Julia volgen, gaan we het samen redden.